Nee, ik heb niet het gevoel dat ik alles aan kan. Maar ik heb wel het gevoel dat ik niet mijn eigen aan het herhalen ben. Dat ik wel probeer dingen te zoeken die altijd een beetje te gevaarlijk zijn en waar ik bang van word en waar ik onzeker van word. En dat is met deze film ook wel zo. Het is niet zomaar vanzelf gegaan. Het was een interessant proces en het was een heftig, intens proces. Leuk is niet juist te woord, maar het was wel... Het heeft me wel bloed, zweet en tranen gekost om in de rol van Adamo te kruipen. Ik heb altijd een panische angst dat ik mijn eigen ga herhalen. En dus als er iets is waarvan ik denk van, hier moet ik uit mijn kast komen, hier moet ik iets voor doen en dit vergt voorbereiding, dan vind ik het eigenlijk interessant. Ik weet dat ik de eerste lezing met Adil en Bilal, waren we dat scenario aan het lezen met z'n allen, met alle acteurs erbij, en dat ik eigenlijk de enigste was aan die tafel die dat scenario niet luidop kon lezen, omdat er een soort Marokkaanse taal in geschreven was. Er was een jargon, een slang ingeschreven die ik niet kende. En dan zijn wij, ik zeg, kom, we gaan samen op reis. We gaan even teambuilden. En zijn we een paar dagen naar Dardenne gegaan. En toen ben ik teruggekomen, heb ik letterlijk een paniekaanval gekregen. En heb ik naar Adil en Bilal gebeld van, mama, zit je zeker dat je mij wel wilt voor die rol? Want ik zou dat echt snappen. En we zijn beste vrienden. Als je morgen zegt, dat we toch gewoon een Antwerpse Marokkaan gaan casten. En hebben ze een ja gegeven en heb ik alles op alles gezet en heb ik gezegd, oké, ik zal doen wat ik kan. En dan ben ik daarvoor gegaan. En dat was vooral de accent onder de knie krijgen, dat was eigenlijk het moeilijkste. Dat Antwerps taaltje, waar ik wel een beetje marge in had, want mijn moeder komt wel uit Limburg en ik ben ook wel Italiaans. En ik ben ook wel... Dus ik had wel een beetje vrijheid, maar toch, het moest wel geloofwaardig zijn. Het moest wel een mens van vlees en bloed zijn, het mocht niet karikaturaal zijn. Maar voilà, ik ben goed begeleid door Saïd en Nabil, die me hebben geholpen als coach. En ik ben wel blij met het eindresultaat. Ik hoop jullie ook. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.